oplossing gevonden voor Nadige uit Chateau Meiland. Chateau Meiland kan inmiddels niet zonder huishoudster Nadige. Ze vormt een gouden duo met Martien en ontpopte zich tot volwaardig lid van de Meiland van. Nu de Meilandjes naar Nederland verhuizen, blijft Nadige moederziel alleen achter in Frankrijk. Of toch niet? De engel van Martien, zoals hij haar eens omschreef, kwam als geroepen nadat huisvriendin Caroline Chateau Marillaux verliet. Ze ging zelfs mee op vakantie. Toen de Meilandjes bekendmaakten dat ze dit jaar nog terug verhuizen naar Nederland, in deze mega deluxe woonboerderij, vroegen wij ons ook meteen af, en Nadige dan? Oplossing gevonden. Martien, Erika en Maxime zullen hun trouwe een enige werknemer toch niet zomaar laten stikken? Non. Dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Nadige die bij ons op het château werkt, zal ik wel erg missen als we weg zijn, zegt Martien deze week in gesprek met Story. Toch is er nog hoop. Maar misschien kan ze inderdaad wel meekomen naar Nederland. Chateau Meiland seizoen 3. Dat zou natuurlijk erg leuk zijn, dan hoeven kijkers Nadige ook niet te missen in seizoen 3 van de reality show, vanaf maart te zien op SBS6. Maar hoe zit het eigenlijk met dat nieuwe onderkomen in Nederland? Onze nieuwe plek is helemaal te gek, aldus een enthousiaste Martien. Nou, wat goed eet. Je kunt er met 3 gezinnen op 1 terrein wonen, maar toch je privacy hebben. Om 11:30 kunnen we samen wijnen en daarna kan iedereen zich terugtrekken. Ideaal uitroepteken. Chateau Meiland seizoen 3 is vanaf 23 maart te zien op SBS6.